Wij gaan over naar het tweede onderwerp, want de gemeente Katwijk heeft namelijk 7 wijken aangewezen die de komende jaren als eerste van het gas af zouden kunnen. Voor 2030, hou je vast, moeten 5000 woningen in de gemeente van het gas zijn afgesloten en verwarmd worden met, we noemen het heel makkelijk, duurzame alternatieven. Dat allemaal staat in de warmtevisie van de gemeente Katwijk. Nou, wij gingen de straat op wat inwoners van Katwijk van deze plannen vinden. Van het gas af, wat vindt u daarvan? Nou, op zich is het dat natuurlijk wel mooi, maar om het te realiseren, dat lijkt me nog een hele klus. Ik ben er niet echt de voorstander van, want als alles elektrisch wordt, ja, dan komt daar weer een tekort van. Dus ik denk niet dat het echt handig is. Plus dat ze de mensen ook op kosten jagen dat alles elektrisch moet zijn. Ook de centrale verwarming en de ketels en alles. Dus ik denk dat het... Ja, of het gas wordt tekort of het elektra wordt tekort. Ik kook graag op gas. He, dus buiten de verwarming om. Het koken vind ik elektrisch of inductie niet fijn. Ik kook liever op gas. Kun je veel preciezer mee werken. Ja, vind ik fijn. Ik vind dat het te vroeg komt. Het gaat mijn idee. We gaan van het gas af. Ik zelf kook nog elektrisch. Ik vind het op zich een goed plan. Maar ik denk dat er op termijn ongelooflijk veel vreselijk zware lasten krijgen. Vanwege het natuurvriendelijke energie die we dan krijgen. En wat vindt u van de enorme kosten die erbij komen kijken aan het huis van het gas afhalen? Gigantisch, maar dat moet natuurlijk nog bekeken worden of het opweegt tegen de, het mooie ervan, zeg maar. En of het echt wat uithaalt. Als je geen gas hebt, dan moet je toch wat anders. Dan moet je elektrisch. En waar komt dat weer vandaan? En wat gaat dat weer doen in het milieu? Nou, van het gas, wat vindt u ervan? Ja, de schaduwgemeenteraad. Jullie zitten natuurlijk niet met allerlei beleidsnota's en stukken, want er is al wat afgesproken, die Katwijkse gemeenteraad. Ko, ik zie je heel diep zuchten, maar kan jij het allemaal nog een beetje volgen van het gas af? Waarom dat zou moeten? Ik heb het afgelopen zomer geprobeerd, Gerard. En het is gewoon een krim hier in Katwijk. Ik bedoel, je wil, maar dan moet je wachten tot er iemand dan daarin meegaat. Wij zitten al in een wijk waar rondom ons heen iedereen zonnepanelen heeft, behalve onze flat. Ik wilde naar inductie koken en ik moest zelf €1800 ophoesten om een inductiegasplaat te kunnen aansluiten. En dan haak je af. Ja, nou ja, dan haak je af. Ik bedoel, waar haal ik dat vandaan? Ja, hey, Remco, je bent natuurlijk sportminnend, volg je Katwijk, daar ben je heel veel. Je woont zelf in Leiden. Speelt dit ook in Leiden, deze problematiek? Discussie rond van het gas afgaan? Ja, dat is wel heel toevallig. Ik ga binnen een maand verhuizen. Nou, toch niet naar Katwijk, hè? nee, dat dan niet. Ik blijf in Leiden. Maar, oh, gelukkig. Maar ik ga dus ook gasloos wonen, om het maar even zo... Zo te zeggen. Maar Remco, hoe hebben ze dat nou aan jou verkocht? Dat het veel beter is en duurzamer en dat je de wereld redt ermee of niet? Vertel eens. Ja, dat is bij mij weer een heel apart verhaal. Want ik vertrek uit ook een nieuwbouwappartement. En ik ga naar gelukkig een grote woning met een mooie tuin. Maar ik heb hier alleen maar zware problemen gehad met het gas. Waardoor ik 3 keer zoveel gas heb verbruikt dan dat ik normaal deed. Dus dat is nog een vrij kostenplaatje voor mij geworden. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik van het gas afga. Maar ik volg natuurlijk ook het nieuws. En dat is allemaal niet zo makkelijk als dat men vooraf dacht. En plus het prijskaartje eraan. En ik snap Co ook in die zin heel goed. Want mijn moeder denkt maar dat als ik daar ga wonen, dat daar dan een elektrische kookplaat staat. Of weet zo'n ding, een inductieplaat staat. Ik zeg, nou, die staat er echt niet. Want die moet ik gewoon nog even zelf van aanschaffen. Dus er zitten wel wat haken en ogen aan. Maar... als ik het dan goed volg, wordt de energie op iedere manier goed opgewekt. En kunnen we daarmee het gas gaan indimmen. Nee. Maar de balans is lastig. Oké. Hey Nelleke, toch even voor mijn weten. Woon jij in een wijk waar jullie ook van het gas afgaan? Nou, dan moet je even benoemen welke wijken dat zijn. Ja, maar Katwijk Noord? Katwijk Noord, ja. Maar heb jij er al iets van gehoord of je ingelezen of hebben ze al folders bij je neergelegd of dat er dingen gaan gebeuren? Nee, ze staan niet zelf op de prioriteitenlijst. Maar hoe vind je het nou? Want de gemeente stelt, 5000 woningen moeten voor 2030 van het gas worden afgesloten. En anders verwarmd worden. En wat vind je van zo'n doelstelling? Is dat een papieren tijger?
Nou, wat je hoort denk ik, als je naar de mensen luistert die jullie geïnterviewd hebben, dan is er nog niet heel veel intrinsieke motivatie. Ja. En ik denk wel altijd, wil je een verandering, en dit is ook een stukje gedragsverandering, wil je dat tot stand brengen, dan denk ik dat je veel meer met je burgers in gesprek moet en een motivatie moet vinden om mensen zelf mee te laten bewegen. En nu wordt het weer iets vanuit de overheid wat is opgelegd. Nou, er is ons echt de afgelopen tijd al genoeg opgelegd. Als je nog enige tijd hebt, en dat heb je nog, want het is 2030, begin met in gesprek gaan met je burgers en kijk waar mogelijkheden zijn om dit soort plannen tot uitvoering te brengen. Maak burgers ook onderdeel van zo'n project. Dus jij zegt duidelijk van typisch weer een gevalletje van verkeerd denken. Van eerst hoog iets bedenken, neerleggen en dan ineens merken dat we het niet willen. Ja, en dit is natuurlijk op een heel ander niveau. Ik bedoel, dit is natuurlijk landelijk gewoon al afgesproken. En dat krijgen onze wethouders natuurlijk ook een soort van opgedragen, denk ik. Ja. Maar ik denk wel dat de ene gemeente meer gemotiveerde inwoners heeft dan andere gemeenten. Okay. En ik denk Katwijkers kunnen over het algemeen in dit soort dingen, kunnen ze misschien wat langer nodig hebben. Nou weet ik dat er heel veel mensen kijken. Maar wat voor type inwoner is de Katwijker? Vertel eens. Zijn wij volgzaam? Wat zeg je? Zijn wij volgzaam? Nou, Remco is een buitenstaande. Remco, dat mag jij zeggen. Remco, vind jij Katwijkers volgzaam? Ik moet heel goed nadenken hoe ik hier op ga. Ja, je lijkt wel een politicus, man. Kom op, laat je gevoel spreken. We zitten aan de keukentafel. Kom op. Nou wil ik een beetje in de ambtenarenrol, zeg nee, maar. Wat is jouw gevoel, Remco? Kom op. Daar ben ik helemaal niet van, trouwens, hoor. Van die ambtenarij. Ik werk er wel voor, maar goed. Wat is mijn gevoel? Gerard, wat moet ik daarover zeggen? Ik zag vandaag wat tweets trouwens voorbij komen over een of andere strandeigenaar die ook een bepaalde mening heeft over wat zaken. En die bereikt dan schijnbaar toch nogal een grote groep. En dan is er heel veel strijd en ook wel wat haat richting hoe Katwijk zijn dingen benadert en organiseert. En dan zit ik dat allemaal een beetje te volgen. Nou, zo ervaar ik dat in ieder geval niet. Laat ik het heel politiek omschrijven. De mensen die ik tot nu toe heb ontmoet uit Katwijk, die zou ik absoluut bij mij thuis uitnodigen. Ja, inclusief die andere drie gasten van de schaduwgemeenteraad. Ja, toch? Absoluut. Dus daar ga ik het even bij laten. Nou, die afspraak is in ieder geval binnen. En dan twee tegelijk, want dat is het maximum, hè, Remco. Hey, Angelique, hoe denk jij over die kosten van het hele van het gas af? Heb jij daar ook mee te maken al? Nee, wij vallen er buiten. Wij krijgen restwarmte uit. Restwarmte? Wat krijg je nou weer? Komt er een container restwarmte? Maar wij vallen er net weer buiten. Maar wat je wel in heel veel discussies ziet, dat je, wat is nou milieuvriendelijker voor windmolens voor elektrisch koken of kernenergie voor gas? Sommige mensen vinden het een beter, het ander beter. Daartussen zit je een beetje, wat is nu het beste om te doen eigenlijk? Wat is het milieubewuste om te doen? Maar inderdaad, de kosten, wie gaat zometeen inderdaad jouw nieuwe fornuis betalen? Alles moet elektrisch. Ik denk dat ze dat moeten gaan uitleggen aan de burgers. Dat ze met een financieel plaatje moeten komen wat hun wel vergoeden, niet vergoeden. Ja, laat maar met een heel goed plan komen en een heel goed overzicht. En de burgers echt duidelijkheid geven hierover. Want er is nog wel het een en ander over te bepraten over dit. Ja, dus in feite wat Nellek ook net zei van jongens, ga niet top-down benaderen, maar ga in gesprek met ze. En we hebben alle tijd nog tot 2030, maar vlieg het anders aan. Nou, wij parkeren dit onderwerp, want er zal nog veel meer over gezegd worden. Zeker als we allemaal een keer bij Remco worden uitgenodigd en hij fantastische gerechten gaat maken op zijn inductiekookplaat. Dat belooft een prachtige middag te worden. Als het nieuwe normaal er weer is, dan kan ik ook aanschuiven.